Yo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. De vorige video eindigde ik natuurlijk met dat ik jullie vertelde dat ik Elite 3 rewards zou krijgen. Dat is helaas niet gebeurd. Wel Goud 1 rewards. Ik ben nog teruggevallen, want er zat namelijk dit weekend een glitch in FIFA. Die ik zo meteen nog even met jullie ga behandelen. Want daardoor heb ik een gratis 100k pack gekregen. Ik heb namelijk eerst wel de rewards van de Goud 1. Dat was natuurlijk een mega pack. Een 83x2, een 75 keer 5 en nog een 75x5. Die ga ik gewoon meteen lekker openen. Alle packs zijn tradable. En we gaan als eerst de 35k pack openen. De mega pack, oftewel de 35k pack, wordt geopend. Het is een walkout. Lekker. Een keeper, een Zwitser. Dit is dan Jan Sommer. Die speelt natuurlijk bij Inter. Komt hij weer met het lelijke logo. 87 rated. Lang niet slecht. Die gaan we meteen naar de transferlist sturen. En we gaan nog even wachten met hem verkopen. Want hij is op dit moment niet heel veel waard. Daarachter zitten nog Marco en Nacho Fernandes. Dan hebben we de 75 keer 5. Het is geen walkout helaas. Een rechtsmid, een Duitser, een vrouw van welke club is het dan? Ik denk Bayer München inderdaad. Wie zit er dan in? Het is Dalman. Helemaal geen slechte kaart, maar natuurlijk hoop je net iets beters te zien. Uit de 75 keer 5 is het helemaal niet slecht om natuurlijk een Oké, een Dalman. Ze allebei 84 rated, best prima. Dan hebben we de tweede, 75 keer 5. Daarin zit een centerback, een Italiaan, een vrouw. Nou, dat kan dus niet een hele goede kaart zijn. Wat is dit van Juve? Dit is denk ik een 82 rated. Inderdaad, um, Salvai 82 rated. Helemaal geen goede kaart. Wat moet ik ermee? Um, timber, nog wel leuk, 2000 munten waard. En dan, als klap op de vuurpijl, de 83 keer 2. nee. Het is geen walkout. Een Rechtsmidden in Argentijn van de Liga Portugal. Dan weet je al hoe laat het is. Dit is natuurlijk Di Maria. Inderdaad, van Benfica. 83 rated, Di Maria. Wie zit er dan nog meer in? Ik verwacht niet dat het iets heel goeds is. Verder zit er nog in Chimi. Nou, dat is allemaal wel mooi. Nu ga ik jullie meteen even de glitch uitleggen. Je gaat naar Friendlies, Couchplay. Je pakt een tweede controller erbij. En je start gewoon een potje zoals je dat normaal zou doen in de couchplay. Je kan dus nu beide teams besturen, zoals je ook ziet. Ik kan van allebei de kit selecteren. Uh, we gaan even het potje inladen. Ik weet dus niet of de glitch nog steeds werkt, maar deze is goed voor de moments pack voor een 100k. Uh, dit potje, je liefst gewoon meteen. Uh, dat lijkt me best wel straightforward. Je liefst hem meteen. En wat je dan vervolgens gaat doen, je start hier moments op. Dit is de allerlaatste moment van de ultimate. Hier kan je zo de bal afpakken. Rechtsbovenin zie je, je hebt heel weinig tijd. Je moet dit glitchen. Ik score met nog 4 seconden tijd op de klok. Uh, vergeet dan niet met je andere uh, controller even af te trappen. Anders werkt die namelijk niet. Hier doe ik het inderdaad. En hier zie je ook succes. Milestone 24. En dan krijg je een 100k pack voor je. Die 100k pack gaan we openen. Wat zit erin? Het is een walkout. Het is een keeper, het is een Duitser uit de La Liga. Dat is dan natuurlijk Marc-André Ter Stegen. Die helaas geblesseerd is uitgevallen en waarschijnlijk voor maanden niet gaat spelen. Tuurlijk een hele leuke kaart. Dit is een untradable pakketje, dus je hebt er niet heel veel aan. Maar ja, hé, hey, en een, een vormpje. Dat is lekker. Heet hij Dennis? Dennis Zaccaria. Best een hele prima allround kaart. En ja, zoals ik dus jullie wilde vertellen, het is best prima om die spelers op dit moment untradeable te hebben. Voor een gratis 100k pack. En we zijn helemaal nog niet klaar met packs open. Want hier zien jullie dat ik Akke inlever voor de Around the World Hybrid Nations SBC. Waar je een rare mega pack voor krijgt. Ja, ik weet het zeker dat ik AK en IMAatsen wil inleveren. Uh, dit was gewoon een best wel prima pakketje. Een rare player pack. Volgens mij is dat een 50k pack. Dus ik dacht, nou die is het wel waard om nu te doen. Het is geen walkout, het is wel een spits van de serie A. Dan moet dit natuurlijk een flauwe fiets zijn. Die is 84-rated. Op zich een prima starterkaart. Ik weet niet hoeveel hij waard is. Ik kan hem persoonlijk niet gebruiken, maar dit is natuurlijk best wel gewoon. Een prima kaartje om weer lekker in je club te stoppen. Uh, verder zit er niet echt wat in. En dan hebben we de hele SBC afgerond. Krijg je een rare megapack. Wie is het dan? En het is geen walkout, hoe kan dit nou weer? Het is een sentiment Nederlandse serie A. Dat kan niet heel best zijn. Is het dan Teun Coopminers? Dat denk ik dan wel. Ja, inderdaad. Teun Coopminers. Ja, daar doe je het natuurlijk niet helemaal voor. Dat is wel jammer. Nog wel het papegaaitje zit erin. in in vormpje is altijd lekker. Maar verder is het niet heel best. Om deze video dan af te sluiten. Gaan we nog een klein kijkje nemen in mijn team. Want er zijn weer een aantal dingen veranderd. Om te beginnen heb ik nu... Ederson op doel. Gekocht voor 29.000. Is wel helemaal aan de dure kant. Maar toch Ederson. Ik had een goede keeper nodig. Op rechtsback zie je Lawrence. Gekocht voor 42.00. Helemaal perfect. Niks aan het handje. Best wel een hele lekkere kaart om mee te spelen. Uh, Gones, zoals ik al had verteld. Is ondertussen afgerond. En volgens mij, jongens, is dit echt wel een hele goede kaart. Uh, wie is er dan nog meer nieuw? Ja. Dan denken jullie, wie heb je op rechts buiten staan? Dat is Giese, Dat is een vrouw van United. En als ik even naar haar kaart toe ga, wordt het echt een hele goede kaart. Ik neem jullie meteen even mee naar de Evolutions. En zoals jullie hier kunnen zien, wordt het straks een 84 rated kaart. En als je de een kaart opgooit, dan wordt dit het kaartje. In de volgende video zal ik ook weer wat meer gameplay tonen. Dus heb je daar nog zin in? Doe vast een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En ook jou terug te zien bij de volgende video. joe.